Hallo, ik ben Max. Ik ben Shamiro. En wij gaan mensen interviewen over waternoosdramp. We staan nu bij een hele bijzondere geit. We gaan hem nu melken. Eeuw. Hallo meneer. Heeft u misschien ooit eens een waternoosdramp meegemaakt? Nee. En waarom dan niet? Waarom dan niet? Je bent hier op Urk en we zitten hier bijna 13 meter boven de waterspiegel. Oké, en als u ergens anders zou wonen en waar het wel was, wat had u dan gedaan? Daar ga ik naar een boot toe. Ik heb een grote botten en daar kunnen we met z'n allen op, het hele gezin. En dan gaan we dus gewoon naar de boot en dan hebben we dus altijd droge voeten. Hallo, heeft u iets meegekregen van de watersnoodramp? Nou, natuurlijk alles. Dat die storm zo op kwam zetten, toen regende het al een heleboel weken. En toen kwam die storm en dat was ook zo ontzettend erg. En dan vooral het lawaai natuurlijk van die regen op het dak. En wat toen 's nachts om 3:30 de kerkklokken gingen luiden, dan weet je dat er gewoon echt iets aan de hand is. Dus als je dan moet je toch wachten tot het daglicht wordt, voordat je kan zien wat er is gebeurd. Maar dan stroomt het water al het huis in. Dus toen hebben we alles zo snel mogelijk naar boven gebracht. Ons petroliestelletje, lakens en dekens en eten en drinken. En zo hebben we 5 dagen op zolder gezeten. Hallo mevrouw, heeft u iets meegekregen van het watersnoodramp? Ja, ja, heel erg veel. Ja, zat er niet in. Ja, mijn man die zei, het komt niet goed met die dijk. Die zei wel vaker, dat is niet goed hoor. We hebben niet goed voor de dijk gezorgd. Ik ben bang. Kijk, dit is alle schade die die watersnoodramp heeft veroorzaakt. Dat is echt niet normaal, wat een schade ook. Dan gaan we nu even kijken bij de volgende kamer. Kijk, dit is ook best nog wel een groot erge rotzooi. Kijk dan. Hier. Hallo meneer, heeft u iets meer gekregen van de watersnoodramp? Ja, zeker. Via de noodhulpdiensten en zo allemaal, hè? Wordt een groot alarm gegeven. En wat weet u er nu allemaal van? Nou, dat het heel ernstig is. En dat er al veel mensen verdronken zijn. En iedereen doet zijn best om de andere mensen die nog te redden zijn, te redden natuurlijk. Ja. En hoe heeft u het allemaal meegekregen van andere mensen die u kent? Nou ja, verdriet hè? En angstig. Dit is het einde van deze video. Doei! Doei!